Die staat dus lekker te eten. Wat dikkempie. Nou, er zit wat van dat flanel zit er. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Dat zit van dat flanel. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, sorry dat ik nou pas kom. Het is vandaag eerste kerstdag, 25 december, 14:55. Ik ga zo weer met mijn hondjes uit. Maar ik ben gewoon nog niet vooruit te branden, want ik heb giga hoofdpijn met kerst. Ja, nou, het gaat toch dagelijks door bij mij. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben wel netjes gekleed en opgemaakt. En mijn nieuwe jurk weer aan. En weer glitter in mijn haar gedaan. Ondanks de vreselijke hoofdpijn. Ik denk, ik wil toch wel feestelijk erbij lopen. Ondanks dat. Die staat dus lekker te eten. Gandalf is net naar buiten. En waar Elwing is, geloof in de mand. Maar oké, ik heb even goed ook nog veel te doen. Ik moet daar nog aan de gang. Ik moet eigenlijk nog een rollade braden. Maar ik heb geen fut. Al is het nog zo. Maar ja. Morgen nog een dag. Ja hoor, het hoeft niet specifiek vandaag. Nee. Ik heb bij meerdere kerstdagen. Ja, gelukkig wel. Bestaat niet uit één. En derde kerstdag zeggen ze dan, de zondag. Het is vandaag vrijdag. En nou, morgen is tweede kerstdag, is het zaterdag. En morgen, en dan is zondag. Dus ze maken er drie kerstdagen van. Nou ja, en ik heb genoeg in huis. Dus ik heb vanavond wel een soepie, lekker heerlijk soepie. Heerlijk, ja, eigen gemaakte soep. Ik had het maar aan de vriezer gehaald, een bakje. Dus ik denk, ja, ik kan ook soepie eten erbij. Ja, toch? Maar oké, ik ga lekker zo meteen aan de gang. Ik ga eerst mijn hondjes even doen. En dan ga ik aan de gang. En ik moet nog een vlog weer in elkaar zetten. Het is voor mij gewoon een vrijdag, enkel feestelijk gekleed. Ja! Normaal, dan heb ik huishoudelijke hulp, maar die is gisteren geweest. Maar ja, ze heeft de kamer niet gedaan, nee. Ze heeft een keer boven aan het werk geweest en de wc heeft ze geloof ik gedaan. Maar hier beneden, nou ja, geen stofzuiger er doorheen geweest en geen dweil. Dus ja, ik kan zelf weer klooien. Maar ja, ook dat maakt me niet uit. Dat komt toch goed op bedoelen. Maandag heb ik de hek Astrid weer, zover ik weet. Dus ja, dat komt ook allemaal wel weer goed. En de ene werkt langzamer dan de ander. Ook dat heb je nog. Ja. Dat hou je, hè. Dus dan komen ze niet klaar. Maar in ieder geval ook nog welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Dat vergeet ik helemaal te zeggen. Ja. Maar in ieder geval, dat gebeurt ook wel eens als je hoofdpijn hebt, hè. Ja. Ik ben blij dat jullie mijn plaatjesvlog van gisteren zo mooi vonden. Ja, al die mooie plaatjes, die kerstplaatjes, dat is weer wat anders dan een normale vlog. Ja, vandaag is een normale vlog weer online gekomen, om 2:30. Die is net online, ja. Klopt als een bus. Wat gaan we doen? Oh, kan nog die mekkert alweer, ik wil er weer in. Nou, die zullen we zo er ook in laten. Hey, ja, af en toe verlucht verkeerd. Maar ja, maakt niet uit. Een keer van dus niks. Ja, zit op het raam. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van deze eerste kerstdag met z'n al of alleen. En we spreken elkaar later weer. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei. Nou, de honden die zijn weer heerlijk buiten aan het ravotten en aan het stoeien. En dat is weer zo leuk. Onder de picknicktafel zijn ze nu.
Ik vind het geweldig, hè? Als we zo lekker bezig zijn, heerlijk, ja. Dan geniet ik, echt. Dat vind ik zo mooi, echt waar, ja. Nou, ik zit een film te kijken op de televisie. Het is geen kerstfilm hoor, nee. Maar ik zag geen kerstfilms. Nou ja, ik denk, dan pak ik toch even een kinderserie. Een kinderfilm, maar ik vind het wel mooi, ja. Dus, nou, dat zet ik even te kijken en dan, ja, kettensoep staat al in een pan. De rest moet allemaal nog gedaan worden, maar het hangt me niet op mijn rug. Ik denk, ik ben vandaag niet helemaal in orde. Ik denk, morgen nog een dag. Ja hoor, en soepie, soepie, soepie erin. Nou, dat is toch lekker. De rest komt wel hoor. Loopt niet weg en het staat ook niet op mijn rug, dus ik hoef het ook niet mee te sjouwen. Ja toch? Bedoel maar. Nou ja, de kerstboomlichtjes zijn al aan. Ik moet dat daar nog zo meteen aandoen, maar daar is nog te licht voor. De kast zelf is ook nog uit. En dus ja. Nou, er is er eentje aan het rondraven. Oh, doe ik het gelijk weer onder de tafel. Rijka, die kan zo snel wezen. Dat wil, nou, dat hou je niet voor mogelijk. Gek meisje. Maar ja, laat ze maar lekker even ravotten in stoeien. Ja, dan worden ze ook moe van. Ja, toch? Ja, helemaal goed. Dus ja, ik ga, nou ja, die bloemen die gaan morgen ook weg. Want mijn vuilnisbak die raakt ook aardig vol. Dus dat kan ook gelijk allemaal mooi mee. Nou, en ik hoop dat deze het nou mag doen. Ja, want ik heb nou een kaars in het kerststukje gezet. En dat komt dan ook wel goed. Ja, ja, ik brand nooit geen kaarsen die in een kerststukje staan. Nee, dat doe ik niet. Hou ik niet van. Dat vind ik eng. Ik heb één keer een tafelbrandje gehad door kaarsen die ik ook in een kerststukje had. En dat was een ronde en daar kon je ook kaarsen inzetten. Want er waren kaarsenhouders bij in. Maar ja, als een kaars omvalt, dan snelt de hele boel weg. En je zit er met je rug naartoe en heen gaat verzarren. Ja, staat je spullen wat je op tafel hebt, staat nou, niet in lichte laai. Maar het was maar een klein brandje, de tafel markeerde niks. Maar wat erop stond en op lag, het kleed, etc. Ja, dat kon ik allemaal weggooien. Nou ja, jammer dan. De winkel had toen destijds nieuwe, want ja, dit heb je tegenwoordig niet meer van deze kleedjes. Katoen en dit kerstkleed. Heb je ook, nou, ga even overeind zo. Dat heb je dus ook niet meer, want hier zit van, dat moet het wel even willen, want ik heb een dubbel. Ik heb dit een pie. Nou, er zit van dat flanel zit er. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Dat zit van het flanel. Dus dit plastic gooi je niet weg. Omdat ze zijn duurder. Dat andere plastic, ja, dat scheurt heel makkelijk. Dat moet je dan weggooien. Hier is het van het flanel. Dat is zwaarder spul. En je kan het schoonmaken met een doekje, et cetera. En dan kan je het zo weer opruimen tot de volgende feestdagen. Het gaat jaren mee. En tegenwoordig is het allemaal papier en vind ik zo zonde, weet je. Kom met wat goeds aan in de winkels. Waar zijn die fabrikanten nog die dit nog maken, die kleedjes en dit soort kleedjes? Waar zijn die mensen gebleven? Kom op, laat er weer van dat mooie spul komen. Ja, het is allemaal tegenwoordig. Ik ben blij dat ik dit nog allemaal heb, hoor. Ja, er is ook een paar wat van mijn moeder nog is geweest, weet je. Dit is van mijn moeder geweest. Verder kijken. Ja, dit lopertje is ook van mijn moeder geweest.
Op mijn bureau ligt ook een lopertje, is ook van mijn moeder geweest. Dat is al helemaal faal, maar dat boeit me niet. Dat kleed onder de kerststal is ook van mijn moeder geweest. Die is ook van mijn moeder geweest. Deze is weer van mij, die, dat is van mij, dat kleine rondje is van mij. Dat rode lopertje op de, boven de televisie is ook van mijn moeder geweest. Het kleedje daar bovenop weer, de video, is van een tante geweest, dat heb ik van mijn tante gehad. Heb ik hier nog een kleedje leg als lopertje, het is geen lopertje, is ook van een tante van mij geweest. Nou, daar ben ik gewoon zuinig op, weet je, daar moet je zuinig op blijven ook. En dus, maar oké, ik zal de woefwaffies weer binnenlaten en dan weer verder met televisie kijken. Ja, dat ik zou zeggen. Ja, hoe laat leven we eigenlijk? 16:19, 4:19. Dus ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle namiddag. Geniet ervan met wat jullie doen. Een of andere kerstbrunst of weet ik veel wat. Karen die zei ook van dat hun een kerstbrunst hadden. Nou, het is in mijn ogen wat ik daar allemaal zag staan voor een kerstontbijt. Want dat hadden wij vroeger met hele gezin. In de ochtend vroeg, voordat we naar de kerk gingen, als kerstontbijt op tafel. En zei, hé, je noemt dat een kerstbrunst. Nou, een kerstontbijt of een kerstbrunst. Dat is bij mij twee verschillende dingen. En wat ik bij haar zag staan op tafel, hadden wij 's morgens vroeg op tafel staan met ontbijt. Dus ja, ik weet het niet, maar het zal. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! Nou, lieve vrienden, I wish you a Merry Christmas. En nee, nog geen Happy New Year. Nee, het is kerstmisavond van de eerste kerstdag. Ik heb mijn soepje voor mij staan. Met een wijntje. En een bak koffie. En een paar kaarsjes aan. Die is ook aan. Ja. En het huisje is aan. En de kerstman en het muisje staan de handjes en pootjes op te warmen. Ja, dat kleintje is een muisje. En daar heb ik ze alle vier aan. En nee, de rest hoeft van mij niet aan, want dan krijg ik het alleen nog maar benauwd. En dat moet me niet, nee. Dus ja, dat wordt mijn kerstdiner. Ja, ik heb meer. Ik ga ook aan een salade. Hele mooie salade met toast erbij en worst. Dus een soort met half om half koud buffet met een warm soepje ervoor af. Ja. En hun hebben ook al lekker vlees gehad. Voor het eerst weer tijden, sinds tijden natvoer. Ja. Hè? Ja. Dat hebben ze heerlijk laten smaken. En ik heb voor vanavond heb ik voor hun nog wat lekkers. Dat ligt hier in de keuken. Kijk, hier zit mijn salade. Ik zal even een lichtje aandoen. Kijken, oeh, nee, dat zie je niet. Doen we die weer uit. Doe ik die aan. Kijken of we het dan zien. Ja, dan zien we het wat beter. En een salade. En voor de woefwaffies heb ik ook nog wat lekkers leggen. Dus dat komt wel goed. Dus ik zou zeggen, hou vol, goede moed. Dan moet die weer hebben, zo. En daar heb ik ook nog een soepje in die pan. Dus ja, allemaal lekker, lekker, lekker. Of niet dan, Elwing? Ja, hè, Rijka? Ja, dat ruikt lekker, hè? Dat ruiken jullie wel. Nou, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ja... Ik zou zeggen, geniet er gewoon van. Wees lief voor elkaar. En voor later op de avond natuurlijk wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen tweede kerstdag weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei.